Welkom bij een nieuwe aflevering van Duurzame Keuzes, waarin we je kennis laten maken met merken die hun product op een duurzame wijze produceren. Mijn naam is Milou, ik ben duurzame lifestyle expert bij ASN Bank en vandaag gaan we het hebben over... Ja. Chocolade. Chocola, heerlijk. Dit is zo'n gevaarlijk onderwerp voor mij, want ik ligt hier gewoon voor het grijpen. Maar al deze lekkere producten zouden er niet zijn zonder de cacaoboon. En ik kan me voorstellen dat in het proces van chocolade maken het er niet altijd even zoet aan toe gaat. Dat klopt. En dat heeft dus ook vaak te maken, de duurzaamheidsissues in de chocoladeindustrie, met die cacaoboon. Die wordt verbouwd op plantages, veelal in het tropisch regenwoud, waarvoor dus delen regenwoud worden gekapt. Illegaal ook soms. Terwijl we dat bos juist nodig hebben voor het behoud van biodiversiteit en om klimaatverandering tegen te gaan. Een ander issue is dat boeren vaak geen leefbaar loon betaald krijgen. Dus hun loon is net genoeg om van te eten, maar niet genoeg om het gezin van te onderhouden. Laat staan om te sparen en je kinderen naar school te sturen. En dat zorgt weer voor kinderarbeid. Nou zijn er gelukkig chocolademerken die de wereld een klein beetje beter willen maken. Hou jij eigenlijk wel van chocola? Ja, enorm. En daarom ga ik je wat meer vertellen over één van mijn favorieten, namelijk Chocolate Makers. Chocolate Makers. Ja, het klinkt Engels, maar het is hartstikke Nederlands. De op zonne-energie werkende fabriek staat gewoon in Amsterdam. En het is echt door en door duurzaam. Dus de cacao komt 2 keer per jaar per zeilschip vanuit Zuid-Amerika naar Nederland. Dat hele eind op windenergie. Ja, tof hè? Ja, dat is nice. Het is 100% biologisch en het heeft ook het Fairtrade keurmerk. Dat Fairtrade keurmerk. Heeft Tony Chocoloni dat ook? Want hier heb ik aardig wat repen van naar binnen gewerkt. Ja, Tony heeft ook het Fairtrade keurmerk. Tony Chocoloni dus. Ja, kende ik vooral vanwege het feit dat ze chocolade slaafvrij wilden maken. Ja. Ja, dit merk wil echt de keten inzichtelijk maken. En binnen die keten moderne slavernij en kinderarbeid aanpakken. Dus ze hebben het Fairtrade keurmerk, maar daarnaast keren ze ook een premie uit aan boeren. Alles om ervoor te zorgen dat iedereen in de keten gelukkig is. Dus zowel de boer als jij als consument. Ja, zodat deze chocolade echt een lekker smaakje heeft. Nog even terug naar die keurmerken. Dat zijn wel belangrijke indicatoren, toch, als je chocolade koopt? Ja, klopt. Het zegt niet alles, maar het laat je wel in één oogopslag zien of de reep die jij wil kopen gemaakt is met respect voor boeren en het milieu. En aan welke keurmerken moet ik denken, behalve Fairtrade? Ja, we onderscheiden er eigenlijk 3. De eerste is Fairtrade keurmerk. De tweede is het Europees Biologisch keurmerk. En de derde is Rainforest Alliance. En dat stelt strenge eisen aan het tegengaan van ontbossing. En zorgt ook voor betere omstandigheden voor de boer. Milou, dit ben je vast met me eens. Maar als echte chocoladeliefhebber begint chocola eten al bij het ontbijt op je boterham. Hagelslag. Heb je daar ook duurzame keuzes in? Ik had al zo'n vermoeden dat je daarover ging beginnen. En daarom heb ik duurzame hagelslag meegenomen. Okay. Deze kwam als beste uit onze smaaktest. Is van de nieuwe band. En je mag hem proberen. Nou, dat wil ik zeker gaan proberen. Zet ik even hier neer. En dan wil ik meteen naar deze, want die valt me ook al de hele tijd op. Wat kun je hierover vertellen? Met chocken. Ja, je hebt een goede smaak. Ziet er tof uit, hè, deze? Ja. En mijn Choc is een van de exclusievere merken die ik heb meegenomen. Ze werken met bijzondere cacao-types. Wat tof. En wat maakt dit productieproces nou duurzaam? Nou, het principe van mijn Choc is dat ze echt het hele traject inzichtelijk maken. Dus ze weten precies waar de cacao-soort vandaan komt, wie hem geplukt heeft en wat ervoor betaald is. Zo gedetailleerd? Ja. Dat is echt transparant. Klopt. Ja. Een ander merk wat echt vol voor transparantie gaat is Love Choc. Love Choc. Ook een Nederlands merk. En hun chocolade is zo min mogelijk bewerkt om zo dicht mogelijk bij de natuur te blijven. Raw chocolade noemen ze dat. Want wist jij dat rauwe cacao meer antioxidanten bevat dan blauwe bessen? Meen je dat? Dat is dus eigenlijk heel goed voor hem. Dus eigenlijk, voor mijn gezondheid, moet ik gewoon zoveel mogelijk van deze repen naar binnen werken. Nou ja, te veel is nooit goed. Maar deze chocolade is ook nog eens vegan, biologische ingrediënten en plasticvrij verpakt. Wat top. Hey, dat betekent nu dat we er nog eentje over hebben. Hier staat... Oh ja, zo, die valt lekker weg. Ja. Raka. Raka. Ja, het enige niet-Nederlandse merk dat ik heb meegenomen. Dit komt uit de UK. Dus als je wat gaat bestellen, is het slim om een aantal repen tegelijk te bestellen. Oh ja, gewoon meteen flink inslaan dus. Precies, of via een Nederlandse webshop. En het leuke aan dit merk is, net als Love Choc, het is vegan. En ook op basis van rauwe cacao. En ze hebben hele toffe smaken die jij nu probeert mee te nemen. Dat is met Green Tea Crunch.
Maar je hebt ook pure cacao met aardbei en kokos bijvoorbeeld. Aardbei en kokos? En op de website staat precies wat de boeren voor hun bonen betaald hebben gekregen. Dus wederom heel transparant. Precies. We hebben onze 5 favoriete chocolademerken aan je laten zien. Maar er is nog meer. Op asnbank.nl vind je een overzicht van allerlei duurzame en minder duurzame chocolademerken. Neem eens een kijkje, zodat je zelf de beste keuze kunt maken. Kijk, deze kleurt mooi. Bij jou? Ja, jij bedankt. Ja, ook een beeld wijzer geworden over duurzame chocolade. Wil je nou meer tips over het maken van duurzame keuzes? Abonneer je dan op dit YouTube-kanaal. Tot de volgende keer. Vergeet je hartstikke. Oh ja, die ook nog. Zeker uitproberen.